Ik twijfel nog steeds voor ik een dameswc binnenga. Nee. Nee? Doe je nee. gewoon? Ja. Maar kijk. Moet ik eigenlijk zeggen, dat heb ik altijd al gedaan. En krijg je wel eens gekke reacties erop? Nee. Nee, tot nu toe niet. Gelukkig. Ik krijg veel negatieve reacties op mijn uiterlijk. Gewoon op straat bedoel ik dan. Hè? Nee. Valt mee? Ja, valt mee. Oh. Gelukkig. Ook nog. Ik zie wel een beetje op tegen de medische molen waar ik in moet. Ja. Kan ik me voorstellen. Dat is ingrijpend, hè? Ja. Ik ben jaloers op mensen die in het goede lijf geboren zijn. Ja. Ja? Ja. Zou je eigenlijk ook wel willen? Ja. Ja. Soms denk ik dat niemand mij begrijpt. Heel vaak, eigenlijk. Heel vaak, ja? Ja. Ja? Zo moeilijk uit te leggen? Ja. Omdat ik het zelf ook gewoon niet uit kan leggen hoe het in mijn hoofd zit. Hmm. Dus dat maakt het lastig. Ja. En dus als ik het zelf niet begrijp, dan kan een ander het ook niet begrijpen. Dus ontmoet je veel onbegrip? Ja. Voor mijn gevoel wel. Ja. Ja. Nou ja, maar is dat de reden dat je vandaag hier zit? Omdat je zegt, ik wil het toch nog wel een keer uitproberen te leggen? Hoe dat zit? Ja, omdat ik ook wel klaar mee ben om het constant uit te moeten leggen. Ja. Maar ja, vandaag ga je het wel doen nog, ja, hè? Ja, vandaag ga ik het doen. Gisteren stond je in de krant. Ja. Veel aandacht deze week. Ja. Hectische week gehad. Heel hectisch. Is het goed bevallen? Ga je ermee door? Ik ben daarna vandaag wel even klaar mee, hoor, met alle aandacht en alle hectiek. Ja? Ja. Dus je zit hier op de bank en morgen zit je gewoon lekker thuis. Lekker thuis, lekker thuis. Deur dicht. Kim Verstappen heeft het niet altijd even makkelijk, je hoort het al. Maar ze kruipt niet weg. Integendeel, sinds 3 jaar gaat ze als vrouw de straat op, hoe moeilijk dat ook is. Ze is feitelijk nog een hij, maar daar komt als ten haar ligt verandering in. Een lange medische weg waarvan ze de wereld via Facebook op de hoogte wil houden. Afgelopen jaren zond KRO-NCRV een serie uit over transgenders in de serie Hij is een Zij. Een kort fragment. Luna ondergaat de geslachtsveranderende operatie. Van haar penis wordt een vagina gemaakt. Hoewel ze lang naar dit moment heeft uitgekeken, ziet ze erg op tegen de operatie. Haar moeder Lea zit gespannen te wachten op nieuws uit de operatiekamer. Ga maar halen. Ja! Hi. Ja, lapjeskat. Lapjeskat, ja, je moet ergens beginnen. Kim, als je dit ziet, wat voel je? Het maakt me wel een beetje emotioneel. Ook gewoon zozeer omdat ik Luna ook wel een beetje ken. En omdat ik het ook ontzettend gun. En iedereen gun ik het, hoor, die in het traject zit. En het is toch wel het laatste. Dan is het klaar. Dan ben je na jaren bezig zijn, ben je gewoon klaar. Ben je vrouw of man. En dan kan je weer door met je leven. Ja. Heb jij veel gekeken naar deze serie? Het was prachtige serie die ze gemaakt hebben. Ja, klopt. Heeft dat invloed op jou gehad? Ik heb er wel heel veel steun uit kunnen halen. En dingen kunnen leren ook wel. En hoe pakken hun het aan? Ja. Ja. Even terug naar het moment. Ik zei net 3 jaar geleden ging je voor het eerst de straat op als vrouw. Dat is snel gezegd, maar er zit natuurlijk een hele periode voor voordat je dat aandurft. Ja. Ik ben 3 jaar geleden ben ik met travestie, drag queen, begonnen. Dus dat was eigenlijk de eerste keer als vrouw, maar dan wel natuurlijk wel een tikje extravaganter. En toen ben ik ongeveer 1 jaar geleden, in februari, ben ik uit kast gekomen als transgender. Dus toen ben ik daar eigenlijk meteen mee gestopt. Ja. Dus ik doe het wel iets langer, hoor. Ja, dat travestie, dat is echt verkleden. Ja. En dan op een hele extravagante manier met veel make-up en juist er heel erg vrouwelijk. Ja. Dat doe je niet meer? Nee. Maar je gaat wel gewoon op de straat op als vrouw. Ja, probeer dat nu zoveel mogelijk te doen. Je bent nu vrij neutraal, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Je denkt, heb je erover nagedacht wat je aan zou doen vandaag? Ja, maar ik had ook zoiets van, ja, ik ga niet... Ik doe gewoon lekker wat ik altijd wel aan heb. Gewoon zoals ik ben. Ja. Hoe was die eerste keer op straat? Dat was heel eng. Ja. Ik moet zeggen, het is nou nog steeds eng, hoor. Nog steeds? Ja. Ik ben wel iemand die zich niet heel veel aantrekt van wat mensen van me vinden. Maar toch is het wel eng wat mensen kijken, natuurlijk. Of ik let er meer op, dat kan ook. Maar ik merk wel dat het steeds minder eng wordt. Nou, wat me wel opviel is dat je net zei, ik krijg geen negatieve reacties. Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik denk dat ik me ervoor afsluit.
als ik buiten ben, heb ik altijd mijn oordopjes in met muziek, dus ik hoor het niet. Ja. Ja. Dus, maar ik krijg het niet meer. Ja, wel dat mensen kijken, maar echt uitgescholden worden of zo. Nee, wel gehad. Hmm. Maar nu gelukkig niet. Ja. 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 Ja, nou, nu ben je zo langzamerhand een bekende Brabander aan het worden, natuurlijk. Dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Nou, 3 jaar geleden was je een jaar of 18, 19, hè? Toen kwam je dus, hè, jouw coming out als transgender. Nee, dat was een jaar geleden. Oh, dat is een jaar geleden. Dat was een jaar geleden. Oh ja, dat kwam daarna nog. Ja. Ja. Wanneer merkte jij het? Wanneer? Ik heb het eigenlijk altijd wel gemerkt. Ik ben altijd wel een meisje geweest met meisjes spelen. Kijk eens hier. Oh, dat was ik toen ik klein was. Verschrikkelijk. dat is Wim, hè? Ja. Dat is echt nog Wim. Ja, dus met meisjes speelgoed. Dat is verschrikkelijk. Ik vind het een schatje, man. Ja? Ja. Nou, ik vind het sowieso niet leuk om naar mezelf te kijken. Maar wist je toen al, toen je zo was? Toen voelde je al, ik ben een meisje. Ja. Ben er ook, toen ik heel klein was, ben ik er ook al op getest. Volgens mij was ik toen te klein. Ja, ik heb het altijd wel geweten. Maar vroeger niet echt weten dat er een naam voor was. Ja. En jouw ouders? Ook altijd geweten. Ja, mijn moeder zei het komt niet als een verrassing. Je zegt toch altijd, je bent 90% meisje, 10% jongen. Ja, dat bleek ook. Je speelde met poppen en zo. Ja. Dat soort dingen. Ja. En verkleedkleertjes. Ik had heel veel prinsessenjurken. En dat soort dingen. Ja. Theedoek op mijn hoofd als haar. Oh ja. Vriendinnetjes. Niks met autootjes of zo. Nee, stoere jongens. Nee. Niks mee. Nee. Voetbal? Nee, ook niet. Ballet zeker, hè? Ja, maar ik heb niet gedaan, maar ik vond het wel leuk. Ja, wel altijd theater en dansen. Ja. Ja. Ja, ja. En op een gegeven moment kom je dan zover dat je zegt... Je hebt op een gegeven moment tegen je moeder verteld, een jaar geleden dus. Ja. Hoe was dat? Best heftig, want ze begon te huilen. Dus dat natuurlijk ook wel begrijpelijk is, maar ze heeft het wel meteen geaccepteerd. Waarom begon ze te huilen? Omdat ik toch haar kind ben. En het is niet zomaar iets als je kind dat wil. Maar ze heeft het wel, die van binnen heeft het altijd wel geweten, hoor. Zegt ze nu. Dus het kwam niet echt als een verrassing, maar natuurlijk als die bevestiging komt. Ja. We hadden het net over onbegrip, hè? Mensen vinden het moeilijk zich voor te stellen. Daarom heb ik ook zoveel vragen voor jou. Hoe zit dat nou precies, hè? Heb jij dat ook, Paul? Dat je denkt van, hoe zit dat nou? Ja, kun jij zeker. Iets bij voorstellen? Nee, maar wat wel goed is, dat we het meer en meer vanzelfsprekend vinden dat dit kan gebeuren. Deze keuzes worden gemaakt door deze jonge vrouw. Ja. En dat is, vind ik, wel een rijkdom van onze samenleving. Want 5 of 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, dan zou het commentaar, denk ik, zwaar negatief zijn. Nou ja, heel veel mensen zeggen, vroeger had je dit soort dingen niet. En dan zeggen ze eigenlijk, vroeger had je dit soort onzin niet. Nou ja, in feite werd het allemaal verdonkere maand, hè. Dat was de mensen hielden het voor zichzelf. Het werd onder de mat geschoven. Ja. 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 En ik kan me zo voorstellen dat zijn moeder met haar reactie ook... Ook een opluchting van dat de stap voor hem, voor jou. Mm-hmm. Maar ja, die stap, kijk, op een gegeven moment ontdek je van... ik ben een meisjesachtige jongen, oké. Ja. Maar de stap om te zeggen, ik wil daarvan af, van dat meisjesachtige... ik wil een vrouw worden, ik wil mijn lichaam anders hebben. Dat lijkt me een hele zware beslissing. Ja, dat is het ook. Zeg, ik heb er in het begin wel heel veel over getwijfeld... Want je bent er een keer aan begonnen. Ik ben er een keer aan begonnen. Ik heb me toen ik ongeveer... Hoe oud was ik? Ik denk dat ik 16, 17 was. 18 heb ik me aangemeld. En toen heb ik mijn aanmelding ingetrokken. Omdat ik dacht, van, ik moet, als je transgender bent, moet je een hekel aan je lichaam hebben. En dat had je maar niet? Maar dat is dus niet. Nee, het is gewoon dat het bij mij, mijn hoofd, mijn geest klopt niet met mijn lichaam. Ik heb geen hekel aan mezelf. Nee, dus dat speelde heel erg mee. Dat is ook de reden waarom ik het toen niet had gedaan. En ook wel misschien omdat ik er nog niet helemaal uit was voor mezelf. Ja, maar nu wel. Want en het is niet zo makkelijk, want je denkt dan, je gaat naar het ziekenhuis en zegt... ik wil een vrouwenlichaam, maar zo werkt het niet, hè? Nee, het is echt een procestraject van jaren. Hoe gaat dat dan? Eerst word je aangemeld, dan kom je op de wachtlijst. Dus op dit moment 1,5 jaar wachtlijst. Dan krijg je de intake. En vervolgens krijg je gesprekken met de psycholoog. Per persoon verschillend hoe lang het duurt... Dan word je besproken in het genderteam. Die gaan dan overleggen of je het aan kan. Dus dan krijg je uiteindelijk een go of geen go. En als je een go krijgt, dan mag je hormonen slikken. Pardon? Want daar begint alles mee, hè? Hormonen. Ja. Ja. Hormonen, en dat moet je dan een jaar doen. En in dat jaar word je ook onthaard, definitief. En mag je je geslacht aanpassen bij de gemeente.
En als je dat een jaar hebt gedaan, dan mag je geopereerd worden. Maar zo'n psycholoog kan in theorie zeggen, Kim, blijf jij maar mooi, Wim? Ja, die geeft een advies uiteindelijk. Ja, ja. Die dus dat zijn best jou... spannende gesprekken eigenlijk. Ja. Ja. Ja, het voelt wel iedere keer wel weer als examen doen, hoor. Ja, je was er deze week, hè? Ja, ik ga ook altijd best wel verdrietig de deur uit. Omdat ik kan niet zo goed tegen onduidelijkheid. En als er iets onduidelijk is, dan is dit het. Ja. Maar er staan nu tot september gesprekken. En ik hoop in september een advies te krijgen. Of misschien komen er wel gesprekken bij. Dat verschilt. De een heeft 12 gesprekken, ja. De ander 20. Ja. Shalila, jij gaat over de toekomst. Is er een toekomst denkbaar waarin geslacht gewoon wat minder belangrijk wordt, denk jij? Ja, ik vind het apart dat we deze gesprekken nu nog aan het voeren zijn. Iedereen moet doen waar hij gelukkig bij is. En ieder mens is anders. Maar ja, daarom is het wel interessant, toch? Ja. Het is toch interessant om te horen. En het is natuurlijk ook voor mensen die nog vroeger in het proces zitten dan jij. Jongens en meisjes van 15, 16 jaar die denken, wat moet ik met dit lichaam? Wat zou je die aanraden? Wat ik ze zou aanraden is op dit moment om zich gewoon aan te melden bij het VU. Het ziekenhuis in Amsterdam? Ja, het ziekenhuis in Amsterdam, de genderpoli. Omdat ik denk dat uit die gesprekken ook wel heel veel komt waar je iets mee kan. Ja, ja, dus dat meteen... het voor jezelf ook wat duidelijker wordt. En je hebt ook heel veel groepen. Je hebt transvisie, je hebt praatgroepen. Ja. Ik ben nu zelf ook aan het proberen om mijn eigen praatgroep in Den Bosch te starten. Die is er niet, hè? Nee. En dat zou je graag doen, eigenlijk? Ja, omdat we regenboogstad zijn. Dus ik vind dat we er één moeten hebben. Ja, ja. En je zei net al, ik voel me vaak alleen staan. En dat zou dat daarbij kunnen helpen, als je met anderen daarover kunt kletsen. Ja. Goed, dankjewel. Alsjeblieft.